Een speciale middag bij het oude schoolgebouw van voormalig basisschool Tourmalijn in Zwijndrecht. Het gebouw is door de gemeente aangemerkt als nieuwe locatie voor de voedselbank. De verhuizing is, samen met de kledingbank en het theaterhuis, nu compleet en woensdag werd de officiële opening dan ook gevierd. Wij hebben in het vorige pand een kleine 5 jaar mogen zitten van de gemeente. Maar midden 21 kregen we het bericht van ja, dat gaat aflopen, want dit pand waar we daar zaten aan de Baliestraat, dat gaat plat voor nieuwbouw. De spoor, heel het spoor gebeuren, er wordt allemaal nieuwbouw langs het spoor gebouwd en dat pand was daar onderdeel van. En toen is de gemeente, dus midden 21, voor ons op zoek gegaan naar een nieuw pand. Dat heeft meer dan een jaar geduurd, totdat dit pand ineens op de proppen kwam. En ja, we zijn gaan kijken en waren meteen enthousiast. De voorzitter van de voedselbank is niet de enige die enthousiast is. Ook de kledingbank is blij met de nieuwe ruimte. Uiteindelijk zijn we dus met de vrijwilligers en met behulp van Zwijndrecht Werk hier naartoe verhuisd. Ja, fantastisch. Mooie nieuwe locatie, lekker licht en vol enthousiasme weer begonnen. Een feestje geven is natuurlijk altijd leuk, maar er zit nog een extra reden achter de open dag. We zitten midden in een buurt die een school gewend waren en nu ineens een voedselbank en een kledingbank. Met piekmomenten dat er auto's in de straat geparkeerd staan voor mensen die hun voedsel ophalen. Het danstheater waar kinderen 's avonds niet na 4 uur, maar na 10 uur nog naar buiten komen. Dus belangrijk om de buurt erbij te betrekken, dachten we. Vandaar ook dit open huis vandaag. De andere instelling in het schoolgebouw is het theaterhuis. Ook aan deze instelling zit een sociaal element. We hebben natuurlijk gewoon onze reguliere leerlingen die voor het lesgeld betalen. En eigenlijk de inkomsten die we daaruit krijgen, die zetten wij weer terug in de maatschappij. Door bijvoorbeeld workshops te geven op scholen. Of kinderen die het minder hebben hier naartoe te halen, zodat ze een voorstelling kunnen zien. Dat soort dingen. Voor de buurtbewoners zal het even wennen zijn. Minder bedeelden uit heel Zwijndrecht die naar hun straat komen. En dat worden er steeds meer, merkt de voorzitter van de voedselbank op. De coronacrisis zijn we gestegen in aantallen. Niet zoveel als de voedselbank in de grote steden. Wij zijn wel vrij groot, maar vergelijk met Dordt en Rotterdam is die toename bij ons beperkt gebleven. En ja, eind vorig jaar weer als gevolg van de energiecrisis weer een stijging. Dus we zijn van zo'n 150 naar 170 en nu zitten we rond de 200 pakketten. Dat betekent dat we ongeveer aan 550 mensen eten geven elke week. Hoewel de oude school nu een prima locatie is, zullen de instellingen hier niet al te lang blijven zitten. We hopen niet binnenkort te verhuizen, want het was best wel intensief. Maar ja, we hebben eigenlijk wel de toezegging van de gemeente dat we zo'n beetje wel kunnen rekenen op 4-5 jaar hier op deze locatie. En dan gaan we weer kijken van waar kunnen we misschien ja, een heel groot stuk ook nog toevoegen van andere sociale organisaties, dat we als één geheel binnen Zwijndrecht gewoon te vinden zijn.